Onderzoeksvaardigheden is een vak wat hier op school speciaal is ontwikkeld voor de eerste en tweede klas. En wat doen we daar? Nou ja, de naam zegt het al een beetje. We hopen leerlingen in 2 jaar aan te leren hoe ze uiteindelijk zelfstandig hun onderzoek kunnen doen. Welke manieren van onderzoek zijn er en hoe pak je dat aan? Maar ook iets bazaals zoals hoe maak ik een document netjes op? Hoe sla ik het op zodat ik het later kan terugvinden? In deze tijd worden leerlingen echt overspoeld met informatie en wij willen ze daar ook mee leren om goed mee om te gaan. Hoe zoek ik nou de juiste en goede informatie op? Maar ook hoe ga ik kritisch om met alle informatie die ik tot mij krijg, die ik vind? Op dit moment zijn we bezig met het thema mediawijsheid. Het is een heel leuk thema. Ik ga het vooral over social media, maar ook zaken als privacy, wetgeving daaromheen, cookies, online pesten. En vandaag zijn we bezig met het thema nepnieuws. We hebben de leerlingen aan de slag gezet om eigen nepnieuws eigenlijk te ontwikkelen. Om te laten zien hoe makkelijk het eigenlijk is om iets wat niet klopt op papier te zetten en te verspreiden via bijvoorbeeld social media. Dus daar gaan we vandaag mee aan de slag. Onderzoeksvaardigheden is een vak waar je allemaal dingen leert over hoe je kan omgaan met Word en je privacy en hoe je nepnieuws kan herkennen. Onderzoeksvaardigheden is een vak waar je leert om privacy om te gaan en over het internet. Dus hoe je veilig op het internet zit.